Met dit filmpje wil ik jullie nog een taalstimulerende activiteit meegeven. Een taalstimulerende activiteit die je kan inzetten bij peuters, kleuters en het lagere schoolkind. Het gaat hier over de vertelpuzzel. Wat is nu een vertelpuzzel? Dat zijn puzzelstukken met kleurige illustraties. Die vervolgens in het midden van de kring worden gelegd. Dat kan op een tafel of op de grond. En de deelnemers van het spel gaan dan op zoek naar die puzzelstukken met illustraties die hen interesseren of warm maken om een verhaal mee te gaan maken. Wanneer zij hun puzzelstukken hebben gekozen, gaan ze daar een puzzel mee maken. Dus ze leggen de verschillende stukken bij elkaar en starten dan het verhaal. Dat kan dan om de beurt en eventueel in overleg. Nu, de illustraties die hier op de vertelpuzzelstukken staan, zijn heel kleurrijk, zijn een beetje cartoonesk, ja, wel goed afgeleid. Nu, er zijn natuurlijk een hele variatie aan mogelijkheden van wat je dan toont op zo'n vertelpuzzelstuk, net zoals bij de vertelstenen. De onderwerpen daarvan worden eigenlijk ook een stukje bepaald natuurlijk door je doelgroep en wat je doelgroep interesseert. Nu, wat betreft de illustraties op zo'n vertelpuzzelstuk, kan heel hard variëren. Ik heb hier nog andere puzzelstukken met een hele andere stijl van illustraties, met aquarelwerk onder andere. En met veel meer figuren op en met veel meer actie. Ja. Dit is bijvoorbeeld de vertelpuzzel die je eerder zou inzetten bij de kleuters, derde jaar en het lagere schoolkind bijvoorbeeld. Nu, wat ook nog een fijne is hier aan deze vertelpuzzel, doosje vol verhalen heet die, is dat het begin van het verhaal wordt bepaald. En we hebben hier een puzzelstuk waar er geen gaatje in zit om een puzzelstuk aan vast te zetten. Ja, dus alleen maar aan één kant kan er een nieuw vertelpuzzelstuk worden gezet. Ook bij deze wordt het einde bepaald. Dus ook hier kan je geen extra puzzelstuk gaan vastzetten, alleen maar aan één kant. Dit is nog bijvoorbeeld zo'n einde. Ja. Dus we hebben een begin en een einde, en hier tussen komen dan de verschillende puzzelstukken. En het is dan inderdaad aan de deelnemers om zelf te gaan kiezen welke puzzelstukken ertussen komen, en zij bepalen dan hoe dat het verhaal verloopt. Nu, wat betreft de grootte van de vertelpuzzelstukken, die kan natuurlijk ook variëren afhankelijk van je doelgroep. Je gaat grotere puzzelstukken gaan gebruiken wanneer dat die fijne motoriek nog niet zo geëvolueerd is of ontwikkeld is. Je kan kleinere puzzelstukken gaan gebruiken om natuurlijk die fijne motoriek te gaan stimuleren. En dat is dan eerder bij het lagere schoolkind van toepassing. Ook het aantal puzzelstukken, daarin kan je ook wel de uitdaging vinden en passend maken op je doelgroep waarmee je aan de slag gaat als kindbegeleider. De materialen waaruit de vertelpuzzelstukken kunnen gemaakt worden, kan heel gevarieerd zijn. In dit geval zijn ze gemaakt van karton, maar je kan ze even goed uit plastic maken, uit afvalmateriaal, uit textiel, uit hout en zo verder. Nu, met dit spel, dit taalstimulerende spel, kan je ook wel andere vaardigheden gaan oefenen dan alleen maar de taal. Opnieuw, net zoals bij de vertelstenen, is dat op je beurt wachten.
luisteren naar de anderen, luisteren naar zichzelf, maar ook hier eigenlijk ook nog een stukje in team gaan werken, samen gaan overleggen van welke puzzelstukken nemen we, hoe gaan we die puzzel in elkaar krijgen en natuurlijk ook hoe gaan we ons verhaal goed en fijn opbouwen. Succes!